Hebben jullie Nieuwsuur gekeken? Ja, hebben jullie 2 weken gezien? Ja, ik zat te zeppen gewoon. En ik viel gewoon van de ene grote irritatie in de andere grote verbazing gewoon. Ja, dat was die 2 weken. Die had op bezoek de man van de BBB, fractievoorzitter uit Gelderland. En die 2 weken ging me daar een beetje met dédain, die man zitten toespreken. En die ging een beetje uit de hoogte zitten doen. Gadverdamme zeg. Nou, dat was een hele hoge irritatie bij mij. Ik denk, waar haal je de capsones vandaan om zo tegen die man te praten? En het ging dan over die uitkoop van die boeren. En dan was het van, ja, jullie krijgen toch geld, waar hebben jullie het over? Nou ja zeg, dan gaat het bij die boeren toch bij een heleboel niet over. Het gaat toch ook over van, die mensen houden van dat leven. Die houden van die beesten of houden van wat ze verbouwen. En houden gewoon van het boer zijn. En dat willen ze niet kwijt. Dus dat is dan toch onbetaalbaar. Daar kan toch geen geld tegenop. En dat vergeet iedereen maar. Nou ja, goed, die 2 weken. Dus ik schakel door. En ik kom terecht in de Marcel en de Gijs. En daar zit de Caroline. En de Caroline, die laat zich daar een beetje aanleunen. Dat zij zeggen van, ja, het is maar een klein clubje hoor, die boeren. Maar ik begrijp al die onzin niet. En al die ophef. Ja, en de Caroline, die zei niks. Enorme verbazing bij mij. Ik denk, Caroline, waar blijf je nou? Helemaal niks. En toen liet ze zich, als kers op de taart, liet ze zich tegen het eind nog eventjes vrolijk in een kolompje van de Marcel even afserveren. En dan zit ze daarnaast met een smile op de hoofd. Weer enorme verbazing. Ik denk bij mezelf, hallo, Caroline. Wat is er met je aan de hand? Kom op. Ga daar ook niet naartoe, want er is niks te halen voor jou in dat vervelende Hilversum. Nou ja, goed. En toen schakelde ik weer door. En toen kwam ik in op 1 terecht. En daar zat, daar zat hij weer, mijn grote vriend. Die Tjeerd de Groot van D66. En die zei eventjes, ja, die serveerde even Berlusconi af. Met van, ja, een populist. Ja, je hebt niks bereikt. Het is altijd zo met populisten. Dat is het wat me, weer hoge irritatie, vrienden, bij mij. Want ja, wat nou? Populisme. Dus als je dus aan de linkerkant zit van het midden, zo D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, weet ik veel. En die lui, die praten altijd voor hun eigen parochie. Over klimaat, over CO2, over weet ik veel wat ze het allemaal over hebben. En de hele woke-beweging. En dat noemen zij dan idealisme. Maar als ze aan de rechterkant van het gebeuren in de politiek, als die dan iets vertellen waar de mensen zich zorgen over maken, of wat die mensen raakt, dan heet het ineens populisme. Nou, vrienden, jullie begrijpen het wel. Ik ga de komende tijd niet meer te vaak zeppen.